Wat een puinhoop. Wat een chaos. Ja, coalitie. En in het kabinet. En dat gaat allemaal over die noodwet. Ja, of spoedwet. Een van die twee. Hè? Wat betreft het asielbeleid. En ja, dan zou die Faber, die zou dus eventjes gaan praten, hè, met de vicepremiers en met Schoof om haar uitleg te geven van de onderbouwing van de noodwet. Nou, en dat ging dus niet door, want die Faber, die zei op het laatste moment af. Kun je nagaan. Want die dacht bij zichzelf, ja, dag. Ik ga niet alles vertellen, bijvoorbeeld aan de NSC, want die vertrouwt ze niet meer. Zie je, het wantrouwen daar tussen al die mensen is zo groot geworden nu. Ja, zij denkt alleen maar, ja, waarom zou ik hun munitie geven? Ja, ik ben gek. Ja, aan die NSC, daar kunnen ze mij allemaal mee slaan. Of ze gaan lekken naar de media, ja. Dus ze gaan het niet door. Dus nu zitten we weer even vast met noodwet of spoedwet. En die Wilders, ja, die gaat door roeien en ruiten. Die zegt, we gaan noodwet doen. Want die wil al die maatregelen zo snel mogelijk er doorheen jassen. Die zegt, afgelopen met al die trage asielprocedures. Dat moet veel, veel sneller. Die gezinshereniging, dan gaan we eens eventjes heel veel minder doen. Ja, en ook geen vaste verblijfsvergunningen meer. Dat moet allemaal tijdelijk. En dat wil hij er allemaal zo snel mogelijk doorheen jassen met die noodwet. En ja, daar houdt hij gewoon aan vast. En die andere, ja, die NSC. En nu eigenlijk ook de VVD, die willen liever die spoedwet. Dus daarom, vrienden, ik heb jullie even ook gevraagd. Ik heb even mijn eigen enquête gehouden. Ja, ik denk, wat vinden jullie nou? Noodwet, spoedwet, ja wat nou? Wie, waar, woe, hoe? Dus ja, uitslag op Twitter, op X. Die was als volgt. We hebben 15 in totaal, ook op YouTube, in totaal 1500 mensen gereageerd in no time. Was binnen een halve dag. Ongelooflijk, dankjewel voor al die reacties. Nou, in ieder geval, op Twitter was het zo. 27% voor de spoedwet en 73%, dus ruime meerderheid was daar voor de noodwet. En op YouTube was het nog veel, veel erger. 17% voor de spoedwet maar. En 83%, het is ongelooflijk veel, voor de noodwet. Enorme meerderheid wil dus de noodwet. En misschien overzien ze niet allemaal de gevolgen van dingen die niet kunnen. En misschien Europees niet, of met rechters, of met de Raad van State. Dat maakt die mensen allemaal niet meer uit. Eigenlijk wat de mensen hiermee zeggen, met deze uitslag van die noodwet. Zij zeggen gewoon, ga aan de slag. Ga het regelen met dat asiel. En zorg dat er zo snel mogelijk maatregelen komen. Dat is de boodschap die we hiermee krijgen met deze enquête. Ga het oplossen. Dat is wat de mensen willen. En niet morgen, niet overmorgen, maar eigenlijk niet vandaag, nu. Ze willen dat het nu wordt opgelost.